Welkom bij Rijnmond. Aan huis gekluisterde senioren spelen bingo vanaf hun balkon. Nummer 41. Burgemeester sluit hotel nadat jonge gasten de coronaregels aan hun laars lappen. En wij willen ook graag met de burgemeester in gesprek gaan om het een en ander ook toe te lichten en waarom hij uiteindelijk tot deze actie gekomen is. En Veilig Thuis vreest een toename van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Ja, ik voorzie dat het geweld wellicht gaat toenemen achter de voordeur, maar dat we dat niet allemaal even goed in beeld gaan hebben. Welkom bij Rijnmond. Het weer, tja, wat maakt u dat eigenlijk nog uit? Als het goed is, zit u binnen. Mocht u toch naar buiten gaan voor een frisse neus. En vanavond en vannacht blijft het droog, het klaart verder op. Morgenochtend wel kans op enkele winterse buien en het wordt zo'n 8 of 9 graden. Tja, en dit weekend, hè, prachtig weer. Zouden mensen weer massaal de coronaregels aan hun laars lappen? Het is nu beduidend rustiger hier in het Kralingse Bos in Rotterdam. Waar het vorige weekend nog druk was, mensen dicht bij elkaar liepen, houden de meeste mensen nu wel echt die 1,5 meter regel aan. Er is ook veel handhaving, veel politie hier in de parken. Maar ja, toch houdt niet iedereen zich aan die 1,5 meter. Zoals deze jongens die aan het boksen zijn. Toch houdt het overgrote merendeel van de mensen zich echt aan de maatregelen. Ik ben hier iedere dag en je ziet toch dat het beter wordt gehandhaafd. Ja, dat is heel goed. Dus het is mooi weer, maar iedereen houdt zich goed aan de regels. Dus dat gaat denk ik goed. Dat is de enige manier om te voorkomen dat corona doorgegeven wordt. Zeker nu onze intensive cares het bijna niet meer aankunnen. Meiden, het is nog best lastig, hè, om afstand te houden. Ja. Hè? Uit elkaar! Maar al snel blijkt waarom deze meiden zo zorgeloos dicht op elkaar staan. Als je het gehad hebt, dan gaat het natuurlijk niet op. Dan ben je immuun, dus dan... Oh, u heeft de corona gehad? Wij hebben het corona gehad, ja. Nee, dan kun je juist bij ons komen. En hoe is dat nou om het dan gehad te hebben? Ik bedoel, u staat hier gezond? Of hoe ja, weet u dat u het gehad heeft? Wij hebben heel weinig klachten gehad. Dus, maar we hebben wel echte testen gehad. Dat was in het begin nog. We hoorden nog bij de eerste 100. Dus er werden heel veel testen gedaan. En die waren positief, dus... Ja. En, maar je merkt wel, mensen, kijk, wij hoeven die afstand niet te houden. En dat mensen inderdaad wel kijken, oh, wat raar, je staat dicht bij elkaar. En, wij zijn met meerdere families die het allemaal hebben gehad van de wintersport. Dus, Gelukkig dus ook positieve verhalen. Ja, en dan hier in Hoek van Holland. Natuurlijk een prachtig, heerlijk zonnetje. Lekker om naar het strand te gaan. Maar de oproep is, ook al woon je dicht bij het strand, om niet te gaan. Nou, aan die oproep hebben volgens mij mensen massaal gehoor gegeven. Want ik zie hier helemaal niemand. Nou ja, praktisch niemand. En ik ben er maar van uitgegaan dat niet iedereen hetzelfde idee had. Dus ik heb mijn kansen erop genomen. Ja, als iedereen nou straks toch weer zegt van... Ja, dat weet ik. Tuurlijk, dat weet ik. Beetje burgerlijke ongehoorzaamheid in dit geval. Toch is toch echt de dringende oproep om niet naar het strand te gaan. Omdat het al snel erg druk kan worden. En ach ja, wil je ons, kun je toch ook gewoon genieten van dit prachtige strand? Oh ja. Lieve mensen van de Gouden Wegen, we gaan over een kwartiertje de bingo starten. En als u nog geen bingokaart heeft, u kan u vinden in de postvakken. Ik hoop dat u meedoet, we hebben leuke prijzen. En we gaan er wat van maken. Ik zie jullie zo over 15 minuten bij de bingo. Tientallen ouderen zaten zaterdag eerste rij voor een wel heel bijzondere bingo-middag. Want de seniorenflat Gouden Regen in Krimpen aan de IJssel organiseerde een heuse balkonbingo. Vanwege de coronacrisis kunnen in de Gouden Regen geen activiteiten voor de senioren worden gehouden. Nummer 41! Ontstaan als een geintje. Nou, mijn twee vriendinnen Britt en Mirjam. Van joh, kunnen we geen buitenbingo houden voor de ouderen in de Gouden Regen? Omdat ze woensdag hadden ze hier muziek gedraaid met het fijne lied Hand in Hand voor Kameraden. En daar stond iedereen ook op het balkon. En toen leek het maar leuk van een buitenbingo. 54! En het ging er fanatiek aan toe. Niemand nog een bingo? 25 heb ik ook niet. Potverdorie. Nee, het schiet niet op bij mij hoor. Wat maakt het leuk? Als hij prijzen wint. En wint u een beetje prijzen, mevrouw? Ik heb nog niks. Nog niks? 48 heb ik ook niet. Ook al niet? Ze noemen allemaal nummers op die ik niet heb. Normaal vind ik er geen donder aan. Toch niet? Nee, maar ja, verveling. 12. Heb ik ook niet. Nummer 29. Ik vind het geweldig. Echt waar, hartstikke leuk. Leuk hoor. Zijn we niet gewend? Ze doen de laatste, er is nooit meer wat.
31, ja hoor, die heb ik. Die heeft u wel? Ja, ja. En wat maakt dit zo leuk? Nou ja, goed dat er zoveel mensen meedoen eigenlijk. Dat is zo leuk. Uiteraard was er een straf voor een eventuele valse bingo. Dan gaan ze een liedje zingen voor TV Rijnmond. Dat hadden ze geraden ook natuurlijk. Ja, daarom. En ik denk dat ze dat ook wel leuk vinden ook. We hebben een bingo en de prijs is een paasstoel. Grand Hotel Centraal aan de Kruiskade in Rotterdam heeft zaterdag van burgemeester Abu Taleb zijn deuren moeten sluiten. Aanleiding? 24 overlastgevende jongeren die in de nacht van vrijdag op zaterdag de coronaregels aan hun laars lapten. Het Grand Hotel Centraal is overigens niet het eerste hotel in Rotterdam dat slachtoffer is van deze jongeren. Er zijn grote groepen jongeren die zijn bij een ander hotel in Rotterdam-Zuid, hebben 2 of 3 nachten ook coronaparties gehouden, rellen lopen schoppen. Dat hotel heeft extra maatregelen getroffen om de jongeren tot en met 30 jaar te weren. Helaas zijn wij daarvan niet op de hoogte gesteld. En deze jongeren hebben besloten om één voor één bij ons kamers te boeken en hier de feesten door te gaan zetten. Zaterdagavond moesten 50 hotelgasten naar een andere plek worden gebracht. De beslissing van burgemeester Abu Taleb om het hotel te sluiten viel landweer rauw op zijn dak. Dat betekent dat mensen ook direct op straat staan. Of tenminste in ieder geval niet meer op de werkplek hoeven te verschijnen. Dus ja, dit heeft impact voor iedereen. Het is naast de coronacrisis hakt dit natuurlijk in. Dus ja, dit is voor niemand goed. En ik denk dat we hier uiteindelijk toch met z'n allen uit moeten gaan komen. Om te kijken van hoe kunnen we nou verder in de toekomst. En wij willen ook graag met de burgemeester in gesprek gaan. Om het een en ander ook toe te lichten. En waarom hij uiteindelijk tot deze actie gekomen is. Maar we zijn er uiteraard niet blij mee op z'n dag uitgedrukt. In een reactie laat de gemeente Rotterdam weten dat Grand Hotel Centraal bezwaar kan aantekenen tegen dit besluit. En dat heeft het hotel inmiddels gedaan. Blijf thuis. Die oproep doet de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar voor slachtoffers van huiselijk geweld is dat binnenzitten nog niet zo'n gemakkelijke opgave. Veilig Thuis is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze organisatie zegt de komende weken een stijging te verwachten van het aantal meldingen van huiselijk geweld. Ik denk juist omdat mensen minder zichtbaar zijn, omdat ze veel meer thuis zijn. Dus de scholen zijn op afstand, mensen zijn niet aan het werk. Mantelzorgers van ouderen zijn minder in beeld. Dus ja, ik voorzie dat het geweld wellicht gaat toenemen achter de voordeur, maar dat we dat niet allemaal even goed in beeld gaan hebben. De oproep is duidelijk. Meld huiselijk geweld. Iedereen kan het doen, niet alleen het slachtoffer. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf ook een luisterend oor bieden en ook de vraag stellen bij de mensen thuis. Hoe gaat het bij jullie? Wat gebeurt er? Hebben jullie mogelijk spanningen en wat kan ik voor jullie betekenen? Maar trek zeker aan de bel. Op het moment dat je je ernstige zorg maakt, bel ons op 0800 2000 en dan gaan we met je meekijken en we rukken uit als het echt ernstige signalen zijn. De kans is dus groot dat het aantal meldingen van huiselijk geweld de komende weken zal toenemen. Maar als dat gebeurt, zijn er dan wel voldoende opvangplekken voor alle slachtoffers? Eén locatie is nu vol en op andere locaties zouden wij nog wel wat plekken hebben. Als wij zien dat we te weinig plekken hebben, dan treden wij daarover in overleg met de gemeente. Maar we hebben altijd een soort schil om de opvangplekken heen die flexibel is. Die zit nog niet vol. En op het moment dat er nog meer plaatsen nodig zijn, dan zullen we opschalen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan hotels. Leefbaar Rotterdam komt met een oproep voor de burgemeesters in de regio. Laat ook in deze crisistijd de huisverboden voor de daders van huiselijk geweld gewoon doorgaan. Ik heb liever de vrouwen en de kinderen veilig thuis. En een pleger in de gevangenis of elders met een huisverbod. Dan vrouwen die we maar noodgedwongen met kinderen in hotels moeten plaatsen. Omdat de opvang het anders niet meer aan kan. Dus blijf ook burgemeesters in deze moeilijke tijd zicht houden op de aanpak van dit geweld achter de voordeur. Ja, schitterend weer voor een rondje dierentuin. Maar door de coronamaatregelen zijn ook die gesloten. Hier bij het faunapark Flakkee zorgt dat voor grote zorgen over de toekomst en het voortbestaan van het park. De inkomsten zijn echt nul en de kosten die worden eigenlijk hoger. En we komen uit het wintergebeuren, dus het potje was al aardig geslonken natuurlijk. Eigenaresse Petra Blokker loopt al piekerend door haar lege park in Nieuwetongen. Leeg wat betreft bezoekers, want ze heeft uiteraard wel gewoon de dieren die volop voedsel nodig hebben. En dat moet ergens van betaald worden. Ik maak me verschrikkelijke zorgen. En niet eens om mezelf. Ik kan wel een kopje soep eten met een boterhammetje. Vind ik allemaal niet zo interessant.
Maar dit is... Om het voer van de ruim 200 dieren te kunnen betalen, zijn zo'n 50 bezoekers per dag nodig. Maar een dicht park vraagt om andere oplossingen. Donaties om voer te kunnen kopen zou geweldig zijn. Maar we worden ook al erg blij als er een groenteboer, een supermarkt is, die zegt, ik kom iedere week 1, 2, 3 kratten fruit, groente brengen. Het liefst zou Petra het dierenpark weer opengooien. Uiteraard met een beperkt aantal bezoekers en strenge voorschriften. Ja, dan kunnen er geen 100 tegelijk meer in. Moet je ook niet willen. Maar de dierentuin is een van de weinige uitjes waar je in principe met je handen in je zak verschrikkelijk kunt genieten. Want je hebt alleen je ogen maar nodig. Hoi, lieve kinderen. Daar ben ik weer. Corona thuiswerkweek. Week 2 zit erop. Ik ben super trots op jullie. En niet alleen ik, maar iedereen hier zo. Ook op deze basisschool voor speciaal onderwijs in Rotterdam-Lombardije wordt er thuis gewerkt. Om de kinderen toch wat structuur te geven, krijgen ze video's van de leraren. En het persoonlijke contact is natuurlijk minder, dus dat proberen we te compenseren door ze op de hoogte te houden wat er in het gebouw gebeurt. Een beetje up-to-date houden over corona, want dat vinden onze kinderen toch heel moeilijk. Ja, zo proberen ze echt te betrekken bij de school. Dus je bent een beetje een YouTube-vlogger. Ja, van leerkracht naar YouTube-vlogger. Ja, dat is het een beetje. Ook de lessen gaan door, maar wel met de webcam erbij. Maar juf. Ja? Ik snap dit niet. Er wordt gevraagd om het gemiddelde. 61 ingevuld, klopt dat? Ja. Oké, goed zo. Het lesgeven via de computer is natuurlijk wel een uitkomst. En het is heel fijn dat de kinderen aan het werk kunnen. Maar ja, de kinderen om je heen... Het contact wat je met ze hebt, het fysieke contact met ze, af en toe een knuffel, ei over de bol, schouderklopje, oogcontact. Ja, dat is wel heel moeilijk. Nou, ik mis gewoon de klas, de juf, de school. In het onderling contact missen ze heel erg. En dat merk je wel. Nou. Ik ga nog werk maken. Is goed. Nou, als het niet lukt, dan hoor ik het wel. Doei. Doei. Ja, ik blijf jullie toch wel missen. Tot de volgende vlog. Doei. Tot zover deze uitzending van Welkom bij Rijnmond. Meer nieuws en informatie vindt u natuurlijk in onze app of op rijnmond.nl. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op rijnmond.nl of in de Rijnmond app.